In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Ricardo. Hij werd slachtoffer van een pooier. Cadeaus of complimenten? Complimenten. Betaalde of onbetaalde seks? Verstuk. Onbetaalde seks. Mannen of vrouwen? Mannen. Vluchten of het onder ogen zien? Het onder ogen zien. Wel of geen aangifte doen? Aangifte doen? Wat is een pooier? Ik denk dat dat een man is, of een vrouw zou dat ook nog kunnen zijn natuurlijk, maar ik denk dat dat een individu is die zijn slachtoffer kiest om daar uiteindelijk misbruik van te maken. Op seksuele manier, ja. Ja, want wat is dan het verschil tussen een pooier en een pimp, bijvoorbeeld? Poeh, dat weet ik niet. Ik zou wel weten wat het verschil is tussen een pooier en een loverboy. Wat is dat dan? Mijn mannetje, zo noem ik het nu even. Mijn mannetje noemde ik altijd een pooier. Maar een loverboy, om de manier waarop dat hij mij benaderd heeft. Maar een loverboy benadert vrouwen op een hele andere manier. Zijn tactiek tot het inpalmen van de desbetreffende dame is heel anders dan het inpalmen van de jongen. Ja, wat is dan dat verschil? Een loverboy speelt heel erg op je gevoel en dingetjes kopen en die vrouwen helemaal de hemel in prijzen en ze verliefd maken. En ik denk dat dat nog het grootste verschil is, want een pooier maakt je niet verliefd. Die geeft je wel een speciaal gevoel. Mijn pooier kocht ook geen cadeautjes voor me, maar hij liet mij heel erg voelen dat ik er mocht zijn om wie ik was. Maar gaf wel heel duidelijk een grens aan van dit is geen liefde, dit is gewoon vriendschap en ik wil er voor je zijn. Dus ik denk dat het stukje benadering tot liefde, dat dan het grootste verschil is tussen de loverboy en de pooier. Hoe ontmoette je hem? Via het internet. In mijn tijd had je Hives en MSN. Ik was aangemeld voor een of andere Homo Nederland pagina op Hives. Volgens mij heb ik toen ooit eens een krabbel ergens onder geplaatst en heeft hij daarop gereageerd. En dan zijn we zo overgegaan naar MSN en hebben we zo contact onderhouden. En hoe oud was je toen? Een jaar of 15, denk ik. Hoe ging dan een beetje dat eerste contact? Wat zei hij echt tegen jou? Gewoon eerst een heel retro gesprek. Alles goed. Wat doe je eigenlijk op die pagina? Werk je al? Of zit je op school? En toen pas kwam de vraag van, hoe oud ben je dan eigenlijk? Ben je zo? En zei hij ook hoe oud hij was? Nee, dat kwam echt wel zo wat later. Ik was er ook helemaal niet geïnteresseerd volgens mij. Je wilde gewoon een leuk gesprek? Ja, ik was alleen blij dat er iemand met me wilde praten. Maar had je zo weinig contact dan met anderen? In die tijd wel, ja. Ik was heel eenzaam. Ja. Hoe ging dat dan toen een beetje verder, dat contact? Ja, heel veel chatten. Echt heel veel chatten. Social talks, small talk. Op een gegeven moment wat dieper over thuissituatie. Weet je wie hij was. En nou, na een hele tijd zouden we een keer afspreken na school. Wanneer begon hij een beetje dingen van jou te vragen? Was dat denk ik de eerste stap? Hij zei op een gegeven moment van, jongens met zo'n mooie kop en zo'n goed lichaam, ja, die kunnen heel veel geld verdienen. Ik weet nog wel dat je toen nog niet heel erg veel aandacht aan besteedde, maar hij had wel gelijk interesse gewekt. Want ja, die wilde nou niet heel veel geld hebben. Dus de keer daarna of die keer daarna ben ik er weer eens over begonnen. En toen heeft hij iets voor me uitgelegd van, ja, je spreekt af met mannen, ik ken mannen die je gewoon heel goed geld zullen geven voor seksuele handelingen. Hij voelde het in de nieuwsgierigheid. Liep door de winkelstraat en dan zag ik, weet ik veel, dan zag ik schoenen of zo. En zei hij, ja, die kan je echt makkelijk kopen, hè? Je weet hoe het werkt. Dan dacht ik, echt waar, zo makkelijk. En dan liepen we door en dan sloeg hij me op mijn schouder en zei hij, ja, maar zo'n knappe jongen als jij, wat wil je? En uiteindelijk heeft hij toen een afspraak gemaakt voor mij met iemand. Wat moest je doen van je pooier? Er waren geen do's en don'ts. Je wist gewoon, dit en dit gaan we doen. En elke klant had zijn eigen voorkeuren, uiteraard. En daar werd vooraf over gepraat. Niet met mij, maar met mijn pooier. En die gaf dan door van, nou, vanavond is het zus en zo. En succes. Ja, het is dinsdag. En hoe gaat die dinsdag dan? Ja, dat lag er aan welke klant wilde. Soms had je een klant die alleen handbevrediging wilde. En had je mazzel. Soms had je een klant die wilde orale bevrediging en handbevrediging. En soms had je iemand die wilde de full package. Anaal,
Maar je had dan ook klanten die wilden dat je sportsokken aan had? Of... En hoeveel afspraakjes regelde die ongeveer in de week voor je? Een stuk of 10. Zo alles bij elkaar. Meestal s'avonds en in het weekend was het altijd volle bak. En hoeveel geld kreeg je daar dan voor? Toch wel 300 per uur. Ja, dus dat is dan wel flink cashen. Ja. En toen eigenlijk net een beetje zo al die afspraakjes begonnen, vond je dat toen leuk? Ik vond het heel vies. Maar als je het dan zo vies vond, waarom luisterde je dan wel naar hem? Er groeide iets van binnen, een bepaald soort macht. Naarmate ik vaak afsprak, kreeg je naamsbekendheid, maar ook een persoonlijke bekendheid van mannen willen mij, betalen heel veel geld voor mij. Soms alleen maar om me te zien. Hoe zag je leven er toen uit? Heel hectisch. School, soms had ik afspraakjes tussen school door, omdat er een hele populaire klant in de buurt was en die moest en zou binnen een half uur een afspraakje hebben. En ja, dan moest ik me even op komen draven. En dan zat ik in de les en dan moest ik even snel weg. En zei je soms wel eens nee tegen dingen? Nee. Op dat moment werkte je gewoon vrijwillig mee, maar achteraf kon je ook geen nee zeggen. Nee, je moest voor de rest gewoon altijd van werk, er is werk, dus je komt werken. Heb je wel eens geprobeerd om dan nee te zeggen? Of liet je het wel eens merken dat je iets niet zag zitten? Nee, eigenlijk niet. En het moment dat ik me dus ook realiseerde van waar ben ik aan begonnen, kwam er ook naar voren van als je nee zegt, zijn daar ook consequenties aan verbonden. En dan geven we jou wel een reden waarom je voor het dan gewoon ja zegt. Ja, wanneer kwam dan dat omslagpunt? Toen er een jongen met heel veel blauwe plekken terugkwam naar een goed gesprek. En we wisten, of tenminste ik wist, dat hij een gesprek had gehad met twee mannen die ook werkten voor onze employer. Dus toen, vanaf dat punt, heb jij ook nooit meer nee gezegd? Nee. Hoe groot is of was eigenlijk zijn hele netwerk? Had hij... Heel groot. Ja? Heel erg groot. Hoe groot? Dat ging door heel Nederland. En voor de rest wil ik daar niet te veel over uitweiden. Ik hou dit heel kort, doe het bewust. Van elke afkomst was er wel iemand, soms twee iemanden. En voor de rest zat het door heel Nederland. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Maar waarom blijf je daar zo kort over? Omdat ik het niet nodig vind om daarover uit te weiden, eigenlijk. Vanwege je eigen veiligheid? Of ja, misschien wel. Het was in ieder geval... Niet iets wat je voor mogelijk kon houden, dat het zo groot was. Achteraf gezien realiseerde ik me dat ook pas, dat ik echt dacht van... Het was echt een heel bedrijf eigenlijk, een bewegend bedrijf. Wanneer realiseerde je je waarin je beland was? Toen ik voor de spiegel stond en ik voor de allereerste keer mezelf echt heel vies vond. In dit geval zag ik de handen van mijn klanten over mijn lichaam glijden en... Voelde ik de stemmen in mijn oor en het krijgen in mijn nek. En dat was denk ik de eerste keer dat ik echt dacht van oh. En waarom denk je dat je toen ineens, toen je in de spiegel keek, voelde en zag die dingen? Wake-up call? Ik weet het niet, echt niet. Het was er ineens. Ineens was het er. En het ging ook niet meer weg. En wat zag je in? Wat ik mezelf had aangedaan. Jezelf vergooien. Aan vieze... Oude mannetjes. Wel voor heel veel geld, maar toch. En wat voelde je dan toen je die dingen dacht? Ik begon het minder leuk te vinden. Ik realiseerde me toen pas wat hij had gedaan. Dat hij heel bewust misbruik van mij had gemaakt. Van een eenzaam jongetje. Dat aan de kant van de weg stond te wachten op iemand die hem wilde ophalen. Letterlijk. En realiseerde je dat al die macht... Gebouwd is op niks. Het stortte ook helemaal in elkaar. Het volledige beeld van dat je jezelf extreem aantrekkelijk vindt en dat je aantrekkelijk gevonden mag en kan worden of moet gevonden worden. Het stortte in als een kaartenhuis. En die klap was gigantisch. Dat je echt dacht, ik heb me al die tijd heb ik me zo voor de gek gehouden, mezelf expres zo voor de gek gehouden om hoe ik me voelde. Met al die argumenten daar van die mannen en al het geld. En dat was er ineens niet meer, het was ineens weg. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Hoe ben je uiteindelijk ontsnapt? Ik kreeg een vaste klant, een oudere heer. Soms hadden we het de hele avond over mij en over het werk en hoe ik daarin terecht gekomen was. En dus dat was veel meer een soort theekransje. En toen heb ik op een gegeven moment, na de zoveelste keer afspreken, heb ik hem een keer te kennen gegeven van ik wil er eigenlijk uit. En hij was de eerste waartegen je dat echt zo had uitgesproken? Ja. En hoe reageerde hij? Dat hij dat wel snapte. Maar eens erin kom je er nooit meer uit.
Ja, dat is wat jij dacht, of? Nee, dat is hoe het is. Je komt er niet zo makkelijk uit. Oké, dus je had dat tegen hem gezegd en hoe ging dat toen verder? Alles is te koop. Ook je vrijheid, uiteindelijk. Dat heeft hij voor jou betaald? Ja. Hoeveel kostte dat? Dat weet ik niet. Hoezo weet je dat niet? Het was onderling. Hoe kreeg je dat te horen dan? Ik kreeg een sms'je van die klant, omdat hij wilde afspreken. En ik sms'de nog terug wat ik aan moest doen. En toen zei hij, we gaan alleen maar wat eten. En toen kwam hij me ophalen. Toen zei ik ook dat ik het raar vond dat ik niks van hem had gehoord, van een boyer. En toen zei hij, van hem zal je ook niks meer horen. Want je hoeft niet meer terug. En toen ben ik eerst nog heel wantrouwend geweest. Dat ik dacht van, ik krijg elk moment krijg een sms waar je moest zo meteen werken. Alleen ik hoorde niks meer. En toen is het gewoon helemaal gestopt? Ja, dan was het klaar. Toen was er stilte. Zo ervaarde ik dat. Er was stilte. Maar deze man heeft echt je leven gered. Ja, zo wil ik het niet zien. Hoezo niet? Ja, het is toch uiteindelijk ook gewoon een viezerik. Het was heel aardig van hem, absoluut, maar zo wil ik het ook niet noemen. Nee, maar hij heeft toch wel iets goeds gedaan? Ja. Ja. En uiteraard moest ik daarna nog wel een paar keer met hem naar bed. Voor niks komt de zon op. Ja, als bedankje of zo. Precies. Ja. En als het dan echt zo'n goed persoon was geweest, dan had hij dat ook niet meer van me gevraagd. Hoe was de periode toen je er net uit was ontsnapt? Vreselijk. Ik stortte steeds verder in elkaar eigenlijk. Ik probeerde me ook heel erg staande te houden, maar toen kwamen steeds meer de klappen, zeg maar. Wat maakte die periode vreselijk? Dat ik er misschien ook wel met niemand over kon praten. Ik kreeg op een gegeven moment een relatie en ik wist gewoon niet meer wat seks was. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment tegen mij zei, maar jij mag ook tot een hoogtepunt komen. Dat ik echt dacht, mag ik dat? En dat ik inderdaad me realiseerde dat ik eigenlijk alles binnen het liefdespel deed om hem te plezieren en tot een hoogtepunt te brengen. En toen heeft hij op een gegeven moment echt letterlijk aan mij gevraagd van, maar wat wil jij dan? Wat zou jij fijn en prettig vinden? En toen moest ik bij mezelf heel even gaan nadenken van, ja, wat vind ik eigenlijk fijn en prettig in dit hele samenspel. Dat was echt het moment dat ik me echt realiseerde van alles is kapot. Mijn zelfbeeld, mijn seksleven, mijn libido, alles was echt, alles was weg. En toen heeft hij mij eigenlijk voor het eerst laten zien wat echt seks is. Met liefde en waarin ik ook mag, er ook mag zijn. Eindelijk iemand die geen misbruik van mij wilde maken, die er echt oprecht voor mij was en mij liet zien dat ik er mocht zijn, op welke manier dan ook, op dat moment. Ja. Heel moeilijk moment. Hoe gaat het dan nu met je? Goed. Ja, het heeft echt heel lang geduurd, maar we zijn eindelijk stabiel. Ja. Nee, het is echt, het gaat goed. We hebben nu een normaal leven. Een heel ander leven, een misschien heel saai leven, maar het gaat goed. Maar toch zit je hier nog wel op deze manier. Waarom is dat? De hoofdreden zijn mijn ouders. Als ik heel eerlijk ben. Het is wel erg genoeg dat ze moeten weten dat hun zoon dat heeft laten gebeuren of heeft gedaan. Het is maar net hoe je het wil benoemen. Ik wil niet dat ze geconfronteerd worden door naaste familie, vrienden, onbekenden. Met de vraag van, oh, is jouw zoon een hoer geweest? Dat kan ik ze niet aandoen. Dat wil ik ze niet aan doen. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Drink jij je koffie zwart of met iets erin? Ik drink geen koffie. Oh, nee. Nou, thee dan. Thee? Wat een kutvraag.